2018 hebben we ooit bedacht als CS Digital Media dat wij in 2025 CO2-neutraal wilden acteren als onderneming zijnde. Dat heeft een snelle sprong genomen, want we zien hier een vers ingeplant bos. We hebben besloten om een hectare bos in de Rampert bij Kerkwijk, waar we nu zijn, te beplanten. Wat resulteert in het feit dat wij vanaf dit jaar met onze normale bedrijfsvoering, inclusief alle dataverkeer die we gebruiken in de cloud-omgevingen, CO2-neutraal gaan ondernemen. Wij vinden dat we in Nederland moeten zorgen voor CO2-reductie en dus dat we ook een bos in Nederland willen hebben. Het is tastbaar, het is fysiek aanwezig en in deze hebben we een partner gevonden bij Staatsbosbeheer. Mark, dankjewel. We zijn inderdaad door jullie CS Digital Media benaderd omdat jullie graag CO2 wilden compenseren en bos aan wilden leggen. En dat sluit gewoon heel goed aan bij de doelstellingen van Staatsbosbeheer. Die willen 5000 hectare nieuw bos aanleggen in Nederland in de komende jaren. En dat kan gewoon niet zonder de ondersteuning van het bedrijfsleven en de particulieren die daar wat aan willen doen. En het is voor jullie een hele mooie manier om CO2 te compenseren en CO2-neutraal te worden. En het is voor Staatsbosbeheer een prachtige manier om gewoon meer bos in Nederland te krijgen met alle waarden die dat met zich meebrengt. Er worden hier ongeveer 4000 bomen op een hectare geplant. Het is gemengd bos, er zijn nog hele kleine sprietjes van zeg maar een meter hoog, met name eik, haagbeuk, maar ook een heleboel struikvormers zoals bijvoorbeeld de cornoeien en zo, en worden hier geplant en die gaan geleidelijk samen opgroeien tot een nieuw bos. In de komende 50 jaar zal dit ongeveer 500 ton CO2 vastleggen per hectare. Dat betekent ongeveer 10 ton CO2 per jaar. We nodigen iedereen uit om in de komende tijd zelf ook te komen kijken hoe het bos groeit. En daar heb je nog ruim de tijd voor. Dan kun je nog met je kinderen en met je kleinkinderen komen kijken en wandelen. Ze zijn bijna klaar. Het zit erin. En wij vinden dat een mooie stap voor onze onderneming.